Ik kijk heel anders naar school nu ik op de VAVO zit dan toen ik op de middelbare school zat. Ik ben Marit, ik ben 21 jaar en ik ben eerstejaars student op de VAVO. Ik heb 5 jaar geleden het MAVO afgerond en toen heb ik een opleiding gedaan die niet afgemaakt. Toen wist ik niet zo goed wat ik wilde gaan doen, dus ik dacht van oké, dan doe ik de HAVO, dat is nog lekker algemeen, dan kan ik daarna een HBO gaan kiezen. Ik ben heel tevreden met mijn keuze voor de VAVO. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Ondanks dat alles een beetje online is nu, word ik heel goed begeleid door docenten. De lessen zijn duidelijk, overzichtelijk. Bij de online lessen gebruiken docenten vaak LessonUp. Dat is een hele interactieve vorm van les krijgen, omdat je niet alleen maar een PowerPoint ziet en naar een docent luistert, maar je moet ook vragen beantwoorden over het onderwerp van de les. Ik doe de HAVO in 2 jaar, maar ik doe nu dus Nederlands, Wiskunde, Maatschappijleer en Geschiedenis. Die vakken rond ik in 1 jaar af en dan krijg ik volgend jaar 5 andere vakken. Die rond ik ook in 1 jaar af en dan samengevoegd is dat mijn HAVO-diploma. De lessen zijn wel wat langer dan op de middelbare school. De blokken van 1,5 uur. Omdat je eigenlijk HAVO 4 en HAVO 5 in 1 jaar doet. Daarom zijn de lessen dus iets langer. Zodat daar wat uitgebreider ook tijd aan kan worden besteed. Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. En aan het eind van een periode heb je dan een schoolexamenweek. En helemaal aan het eind van het jaar krijg je centraal examens. Heel veel verschillende mensen. Wel vaak jongere mensen dan ikzelf. Ik ben zelf 21. Meestal zijn het studenten die net bij de middelbare school net in 1 vak niet hebben kunnen afronden. Dus die gaan dan examen doen in dat ene vak en dan hebben ze hun HAVO-diploma. Maar ja, er zijn heel veel verschillende studenten met hun eigen verhaal die naar de VAVO komen. Je bent wel echt op een volwassenenonderwijs. Het is niet meer de middelbare school waarin je constant wordt gecheckt door docenten. Maar er wordt wel van je verwacht dat je wat meer zelfstandig naar hen toe komt als er iets niet loopt. Of als je een vraag hebt, als je iets niet begrijpt. Dan wordt er wel van je verwacht dat je vragen stelt. En dat sporen docenten ook aan van, joh, als je vragen hebt, kom naar me toe. Ik wil je helpen. En dat doen ze dan ook echt. Docenten hebben vertrouwen in je. En dat laten ze ook echt wel merken. Wat ik hierna wil gaan doen, ik denk iets creatiefs. Dat heeft me toch altijd wel getrokken. Ik ben nu een beetje aan het kijken naar de Kunstacademie of de Willem de Koning Academie. Maar ik zit toch ook wel een beetje te twijfelen over journalistiek. Dat lijkt me ook nog heel erg leuk om te doen. Maar gelukkig heb ik nog een jaartje om dat allemaal uit te zoeken. Ik ben nog niet klaar met leren. Ik vind leren ook wel leuk. Zeker sinds ik op het VAVO ben gezeten, ben ik het steeds leuker gaan vinden om weer te leren. Daarom lijkt het me leuk om HBO te gaan doen. Ja, ik zou het aanbevelen aan mensen die dus misschien 1 centraal examen niet hebben kunnen halen. En ook voor mensen in mijn situatie. Ja, als je MAVO hebt afgerond en je weet niet zo goed wat je daarna wil gaan doen, zou ik de VAVO wel aanraden. Want ja, ik ben hier gewoon heel tevreden. Ik heb het naar mijn zin. En ja, het gaat goed. Ik ga MAVO-diploma halen.